Staatsolie neemt elke klacht serieus. Dat benadrukt Danielle Boldewijn, Communication Relation Officer Downstream. Bewoners van het NBM-project De Tulifo hebben onze nieuwsdienst benaderd met de klacht dat zij overlast hebben van een sterke zwavelgeur afkomstig van staatsolie. Volgens enkele van de bewoners heeft dit zelf voor gezondheidsproblemen gezorgd. Boldewijn zegt dat het bedrijf op de hoogte is van deze klachten en intussen al contact heeft opgenomen met de mensen. U moet weten dat het NBM-project buiten het impactgebied van staatsolie ligt en dat we in principe niet zouden verwachten dat mensen daar last hadden van enige geur die van staatsolie afkomstig zou zijn. Evenwel nemen we elke klacht serieus. Dus we zijn naar de mensen toe geweest, we hebben met ze gesproken. En de afspraak die we met ze hebben lopen is dat ze anytime dat ze een hinder ondervinden van een geur waarvan ze denken dat het van staatsolie komt, dat ze ons mogen contacten en dan gaan we het onderzoeken. We hebben namelijk meetapparatuur aan onze schutting, zeg maar, aan de fans, die meet wat ons terrein verlaat. En als ze dus regelmatig aangeven wanneer ze last hebben, dat ze last hebben, dan kunnen we dat afzetten tegen wat wij gemeten hebben. Dus dat is de afspraak die ik met ze heb. Maar heeft staatsolie gedurende de jaren wel iets gedaan om bijvoorbeeld die geur minder te laten zijn of zo? Ja, we hebben ook vanuit onze impactgebied, ik praat over een straal van een kilometer rondom de raffinaderij, hebben we wel eens klachten gehad. En we hebben ondertussen echt al een heleboel gedaan om de geurhinder van de mensen terug te brengen. Wat we steeds aan de mensen uitleggen is dat elk bedrijf komt met de geur. Hè? Sommige opvallender dan anderen, sommige hinderlijker dan anderen. Wat we niet willen is overlast bezorgen. Dus vandaar dat we dus wel het een en ander doen. Boldewijn geeft verder aan dat in 2018 een systeem is ingesteld waarbij in elke shift geurmonitoring wordt gedaan. Ook heeft het bedrijf een geuronderdrukkingssysteem in werking genomen. Dat is volgens haar een heel duur proces dat ongeveer 9 maanden in test is. En we hebben ook al geluiden gehad vanuit de gemeenschap dat het te merken valt, dat er minder geuroverlast is. Aan het eind van het afgelopen jaar hebben we een drone ingekocht. En de bedoeling van die drone is dat we met een drone laboratorium heel dicht bij de flare kunnen komen om te meten wat we precies uitstoten. Het is nog een traject dat moet volgen, want de mensen moeten getraind worden in het gebruik van die drone. Maar dat zit eraan te komen. En wat afgelopen november van start is gegaan, is een uitgebreid geuronderzoek. Het is een geuronderzoek dat nog nooit gedaan is in Suriname. We hebben daarvoor een Europees bedrijf aangetrokken om dat voor ons te doen. Op dit moment zijn ze dus al gestart en deze maand, in Q1 nog, zal dat onderzoek gedaan worden. Dat zijn allemaal dingen die we doen. Het zijn hele grote projecten die we uitvoeren om de geurklacht eigenlijk terug te dringen. Maar is het ooit voorgekomen dat iemand heeft geklaagd dat mensen echt ziek zijn geworden? Ja, dat hebben we ook wel gehad. In het geval van het NBM-project ook wel. Wat we de mensen steeds uitleggen is dat we werken volgens hele strenge standaarden van de World Bank. En dat we erop toezien dat we daaronder blijven. En het is niet even eronder hoor, we zitten heel vaak heel goed eronder. Boldewijn benadrukt dat ziek worden van een geur en hinder ervan hebben 2 verschillende zaken zijn. Staatsolie onderkent dat mensen last kunnen hebben van een geur, maar denkt niet dat mensen er ziek van worden. Volgens haar kan er altijd contact gemaakt worden met staatsolie indien er klachten zijn.